Hallo allemaal, dit is Rick Steven van Steven's Auto Service met vandaag even een filmpje over iets heel anders en dat is wel een muizenplaagje die even gefixt moet worden. Hier boven op zolder, daar zitten muizen en die zijn nogal moeilijk te bereiken. Je kunt niet zomaar even een muizenvalletje hier zetten en dan het even fixen, zeg maar. En boven de slaapkamer is het knap irritant als je ligt... Die ligt te slapen en je hoort continu knaag, knaag, ritsel, 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 irritant muizengeluid. En dat vloertje dat ziet er ongeveer hetzelfde uit als hier. Dit is een ander vertrek waar ik nu aan het filmen ben in de boerderij. Maar het komt hetzelfde niet ergens. Het komt allemaal wat beter over op de camera, zeg maar. Dus dat was wat lichter hier. Even kijken, ik ga je nu even meenemen naar de schuur waar het probleem zich voordoet. En dan laat ik je even een trucje zien hoe je die beesten vrij snel en zeer effectief om zeep kunt helpen, zeg maar. Ik ben zo weer bij u terug. Nou, je begint met de beste pindakaas in town. Hele gewone pindakaas. Daar vinden ze namelijk super lekker, die muizen. En een HG muizenval. Dat zijn de beste muizenvallen in town. Gewoon niet te vergelijken met die houten plankjes die je normaal vroeger neerzet. Want die werken echt voor geen kwartje. Daar eten ze gewoon alles vanaf en dan, dan heb je nog geen muis te pakken, zeg maar. Die van HG, die zijn net zo gevoelig als een landmijn, zeg maar. Het is gewoon, ze trappen erop en het is meteen boom en het is einde oefening, zeg maar. Dus dat is wel geniaal, dat laat ik u ook nog even zien zo. Dus even een klein lepeltje pindakaas mee op zolder en dan gaan we nu naar de zolder. Nou, dan gaan we hier de schuur in, die nogal donker is. Vrij donker, met een hoofdlampje erbij gaat het iets beter. Even de deur dicht. Even kijken, dan moeten we hier de trap op. En het probleem bevindt zich hier. Hier is namelijk een zolder helemaal bovenin. Er vliegt nog een uil, grappig. Die helemaal daar bovenin, dus ongeveer, hoe hoog zal het zijn? Een metertje of, boeit ook eigenlijk niet voor het filmpje. Maar als je snapt wat ik bedoel, het is vrij hoog. Dus wat we gaan doen is eerst even hier met de trap omhoog. En dan hebben we hier een, kijk eens aan, een dikke vogel. Daar vliegt er nog een. Het wordt steeds spannender hier. Even kijken, dan moeten we daar op die silo, zeg maar. En dan pas, dan komen we waar we wezen moeten. Oh, ik ben zo verkouden, dat wilt u niet wezen. Ik heb er weinig zin aan vandaag. Hè? Maar goed, we gaan met frisse tegenzin nog even een paar muisjes het hoekje omhelpen. En nu moet ik dus de trap hier weer vanaf halen en weer omhoog. En dan ben ik zo weer bij u terug. Zo, nou. Een nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Zo. En dan zijn we op de silo. En hebben we daar helemaal in de verte. Hebben we het slaapkamerplafond. Ja. Hoe walgelijk is dit? Nou, best walgelijk. Even over de gebinten inklimmen. Ja. Nou, dit is dus de slaapkamerfolder. En ik heb hier een hol in gemaakt. Oftewel een gat in de... in de zolder. En die heb ik daar ingemaakt. En dat is wat ik u al wil adviseren om zelf te doen. En dan kun je namelijk daarin kun je dus een paar muizenvallen kwijt. Dus je gaat eerst luisteren waar zeg maar die muizen bevinden. En dan gok je ongeveer waar je moet wezen, want hier zijn natuurlijk allemaal balken. En dan precies ergens tussen een paar balken. In dit geval is dit natuurlijk een dragende balk tussen twee planken. Dan boor je gewoon even een gat van 10 centimeter. En ik heb hier al een paar vriendelijke vriendjes die ik eerder verwijderd heb. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lijkjes zo'n beetje heb ik hier al liggen. En wat je dan doet is dan schuif je een glasplaatje heb ik eroverheen gelegd. Zodat ze er niet allemaal van bovenaf nog weer in kunnen kruipen. En dan kijk ik even of er wat in zit. Ik heb hier laatst mijn... hoe heet het nou? Mijn lampje op de telefoon niet aanstaan. Dat is een beetje moeilijk te zien helaas. Maar je ziet wel dat hier een muizenval staat tussen de isolatie. En hier staat er ook een.
Dus ik pak even een handschoentje en dan fiets ik ze even omhoog en dan ben ik zo weer bij u terug. Nou, dit was even een zeer intelligente actie van mij, Not. Want ik heb dus namelijk de handschoentjes die ik meegenomen had. Om hier even naar boven die muizen van weg te halen, die heb ik dus nog beneden liggen. Dus, nou ja, ik ga dus nu niet nog een keer weer naar beneden via de moeilijke weg. Dus ik heb hier een handschoentje liggen waar ik een beetje pindakaas in gedaan heb. En ik haal ze er nu dus even gewoon uit mijn handen en ik was later mijn handen wel even. Dat lijkt me net zo'n goed idee. Nou, ik heb ze er inmiddels uit. En als u goed kijkt, zijn deze echt super, super gevoelig. Dus echt een hele gevoelige muizen van HG. Het is gewoon een walgelijk goede kwaliteit. Ik laat u even zien. Je hoeft echt maar heel weinig druk erop te zetten. En het is echt maar heel weinig en dan bam. Dan heb je hem al. En heeft gewoon goede kracht. Zie je dat? Er is echt maar een hele lichte druk nodig. En bij die muizenvallen van hout, ja, die moet je eigenlijk eerst, als je ze nieuw koopt, zelf nog bij gaan tweaken met een tangetje om ze echt gevoelig te maken. Maar 9 van de 10 keer werken die dingen gewoon voor geen kwartje. Dus eigenlijk moet je het pinnetje moet je eerst nog naar voren om gaan beugen. En een beetje vet eraan doen, wil je hem extra goed gevoelig krijgen. Maar dat doet natuurlijk niemand. Je kunt beter zo'n ding kopen. En wat het mooie hieraan is, dat je hier een luikje in hem zitten. Die kun je eruit draaien met je handen. En dan kun je daar de pindakaas op smeren. En dat is ideaal. Dan kun je dus zeg maar zo. Kun je hem zo opnieuw rechargen met pindakaas. En die geur die gaat zo helemaal door de zolder heen. En dan heb je zo binnen de kortste keren weer een paar muisjes te pakken. Ik zou zeggen, be blessed man weer. U snapt het nou wel denk ik. Zodra ik klaar ben met de vallen weer strategisch plaatsen. Dan schuif ik dit stukje glas weer terug. Zodat ze van boven er niet in kunnen komen. En dan heb je op die manier mooi een goede muizenval situatie. Zeg maar, ik zou zeggen, be blessed maar weer en tot het volgende filmpje. Yo!